Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Wouter's World. Voordat ik wil gaan beginnen met deze aflevering wil ik eerst eventjes zeggen ja, dat ik weer terug ben. Ik ga weer lekker wat video's maken. Ik had deze video eigenlijk op zaterdag willen doen, maar er was weer wat tussen gekomen. Dus daarom komt hij vandaag. Voor degenen die niet weten waarom ik zo lang niet heb geüpload en wat er allemaal aan de hand was en zo. Ik heb een update video gemaakt en ja, die kun je op mijn kanaal bekijken of ja... Ja, ik denk, ja, nu, ik zet hem eventjes nu in beeld en dan kan je er nu even op klikken. En nou, dan kun je even kijken wat er allemaal aan de hand was. En nou ja, ik had met school en ik had het een beetje druk. Dus als je geïnteresseerd bent, klik even op de video en nou ja, dan kun je het zien. Maar ja, dan gaan we nu beginnen met de aflevering. En wat we vandaag gaan doen is weer iets wat jullie hebben gezegd in de reacties van de vorige keer. En hetgene wat ik nu ga doen komt van Luc van Doorn. En hij zegt, maak een automatische cocoa bean farm. En dat ga ik vandaag doen. Hoewel ik het een klein beetje ga aanpassen. Want als ik aan een farm denk, denk ik meer aan iets. Aan een gebouw of zo. Of ondergronds. Of in ieder geval echt heel erg geautomatiseerd natuurlijk. Ja, dit wordt natuurlijk ook al geautomatiseerd wat ik nu ga doen. Maar. En dan bedoel ik echt iets van. Gewoon zo effectief mogelijk, zeg maar. Maar dat ga ik niet doen. Ik vind het altijd leuk om dingen wel een beetje leuk te houden, zeg maar. Niet dat je alles geautomatiseerd is. Niet dat je alles. Ja, dat alles, dat je niks meer zelf hoeft te doen. Dus ik ga vandaag een automatische cocoa bean boom maken. En dat wordt gewoon een jungle boom die automatisch je cocoa beans van de boom af laat vallen. En ik heb al mijn spullen heb ik hier al een beetje voorbereid. Zodat ik niet een hele kist door hoef te zoeken. Voor om eerst alle spullen te pakken. Ik heb even wat dirt en wat gravel meegenomen. Een jungle hout voor de boom, wat toortjes voor weet ik veel wat. Jungle leaves, wat ferns, wat gras, wat vines voor de boom. En natuurlijk de redstone, ik heb pistons, een paar repeaters, wat redstone torches en wat redstone zelf. Ik kan ook nog wat meer torches erbij maken als ik wil. Een lever, nog wat cobblestone, ik weet niet waar ik dat voor nodig heb. Wat groene wol, want je kan geen redstone plaatsen op jungle leaves. En ik heb wel wat redstone nodig bovenin in de boom. En nou ja, dit was het beste kleur tenminste die ik een beetje kon krijgen. En natuurlijk wat cocoa beans, en ik had er maar 9, dus ik kan nog wat boommeel nemen nog even mee. Om ervoor te zorgen dat ik... wat meer cocoa beans kan groeien. En, oh wacht, ik ben nog wel één ding vergeten. Ik kan nog even, hier nog een kist in zitten. Oh ja, hier heb ik trouwens eventjes de helft van mijn dirt in gedaan. Omdat anders, kijk, deze kist zo enorm vol zat met dirt. En dan paste de gravel en het zand er niet meer bij in. Dus ja, dat heb ik gedaan. Even kijken. Nee, ik heb geen kist. Dan maak ik eventjes snel een kistje erbij. Want die moet ik ook nog maken. En ik moet ook nog een button maken trouwens. Ik ben een paar dingen vergeten, maar dat is niet erg. Dat kan ik nu mooi doen. Nou, dan gaan we nu naar de plek toe waar ik dat ga maken. Het is een beetje richting de jungle. Want ik wil niet in de jungle gaan maken, die automatische cocoa bean boom. Want anders kan ik het natuurlijk niet meer terugvinden. Maar wel een beetje richting de jungle. En eens even kijken, hij was hierheen. Een beetje richting de jungle boom die we de vorige aflevering hebben gemaakt. Dus een stukje lopen. Maar ik vind het wel leuk om hem dan in de jungle te hebben. Dus misschien wil ik hem hier ergens gaan maken. Kijken. Dit leek mij wel een leuk plekje, dacht ik zo. Daar heb je de jungle boom met. Ja. Nou ja, laten we dan maar gelijk gaan beginnen. Ga ik eerst even deze dingen eventjes weg. Zodat ik die in ieder geval kan. Die hou ik dan in ieder geval. Ik heb nog wat dirt. Ik kan een beetje dingen opvullen, want het zit hier wel een beetje gaten. Die kan ook wel weg. Hier een beetje de hoek af hakken of zo. Zo. En ik denk dat ik ook even deze boom aan de kant hak. Deze bladeren hoef ik niet te hebben, dus die hak ik niet met een schaar. En we moeten wel door kunnen, dus hak ik even deze boom om. Zo, deze en die ook. Even kijken. Zo. Deze is ook om. En dan even kijken, moeten we nog meer doen? Hier zit ook nog een berg in de weg. En nog een andere ook hier. Ik kan wel voor terugplanten als het eigenlijk een beetje aan de kale kant wordt. Maar ja, dat doe ik dan wel. Nu heb ik zoiets van... Oh shit, gebruik mijn schaar. Oh god, ik zit helemaal vol. Weet je wat, ik plaats gelijk even de kist even hier ergens. Dan dump ik daar gelijk even wat dingen in. Eerst even de dingen die ik niet gelijk nodig heb. En dingen die ik überhaupt niet nodig heb. Oké, nou deze vines, die of bladeren moeten maar een beetje aan de kant gaan. Ga ik nu eens even kijken waar we de boom gaan maken. Deze boom gaan we wel zelf maken.
Dus het, die bladeren en zo, die gaan niet decayen. Ik ga even kijken wat het midden is. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dat is het midden hier. En dan doe ik denk ik hier de boom. Ja, dan doe ik hem hier. En hier ga ik denk ik de boom maken. Dus, mooie plek. Even kijken. Doe ik hier alvast wat stam neerzetten. En dan moet ik even kijken hoe ik verder moet. 1, 2. Ik ga in ieder geval ergens een soort van gravel. Ik ga even een heel klein soort van klein pleintje maken of zo. Waar een kist en een button zit. En ik heb dit al van tevoren al gemaakt. Ik had dit ontwerp al een tijdje liggen. En het was maar wachten totdat iemand het zou zeggen. En dan wou ik het gaan maken. Ik had het al een keer uitgeprobeerd in Creative. Dus ik weet wel zeker dat het goed gaat werken. Ik hoop dat jullie dit ook een leuk ideetje vinden. Ik vind het zelf altijd zo dat je van die dingen je automatiseert. Dan vind ik dat wel leuk. Alleen als je er zo heel erg gaat automatiseren, dan hoef je er zelf zowat niks meer te doen. En dat vind ik aan de ene kant wel saai. En ik probeer ook altijd dingen een beetje mooi te houden. Bijvoorbeeld als ik een boerderij maak, dan ga ik wel bijvoorbeeld echt zo'n schuurtje erbij maken. En een beetje een leuk erf en alles. En weet ik veel, dat soort dingen. En niet gewoon een hok met dieren erin, weet je wel. Maar goed, eerst gaan we dit even vullen met gravel, want dit is het pleintje. Maar ik wil hier niet. Dit is juist in een plek waar dat niet moet. Ik ben niet zo slim. Even kijken, de zon staat daar, dus ik moet er wel even onderhand alweer bijna gaan slapen. Maar goed, de knop komt hier zo. En die doen we dan zo aan de zijkant, dat vind ik het mooist. Even kijken, deze bladeren zijn van een boom die omgehakt is. Dus die moeten even aan de kant. En ik heb honger. Hoe? Nou ja, even kijken. Hier doen we dan de button op. En als deze op deze knop moet gaan drukken, dan moeten we de boom heen en weer gaan schudden. En dan vallen alle cocoa beans eraf. Dan moeten we eerst weer even dit aan de kant hakken, want hier moet redstone onder. En als het goed is, kunnen we dan. Wel dit even weg. Ach god, kijk helemaal flint. Hakken we dit zo even aan de kant, want dit wordt zo de route naar de boom. En als het goed is, kunnen we dan hier een repeater onder plaatsen. Zo. En dan plaatsen we daar een gravelblok op. En dan doe ik even hier wat redstone. Om te testen of die doet. En als het goed is, gaat het dan gewoon door het blok. Yes, oké. Okay. Want anders had ik vroeger gewoon problemen of zo. Weet je, als je hier een button had, had je wel redstone daar onder de blok zitten. Maar dan kon je het moeilijk weer hier daar vandaan krijgen, zeg maar. Maar zo gaat het wel redelijk goed. En dan moeten we iets gaan maken dat de piston heel snel en weer terugtrekt. En daar had ik iets op verzonnen. En dan noemen we een soort van, ja, de snelle piston is dat. Die gaat heel snel heen en weer. En even kijken, moest het nou nog eentje naar beneden? Ja, volgens mij wel. Ik heb dit er voorbereid, maar ik weet niet alles uit mijn hoofd. Wel grotendeels. Maar dus niet alles. Even kijken. Voor mij was dit wel goed. En dan kwam hier een dirtblok. En hier ook. En dan even kijken. Dan ging er daar een repeater. En dan moest hier een redstone torch aan de zijkant. En dan deden we een piston hier bovenop. Oh, niet zo. En even kijken, waarom gaat hij nou aan dan? Oh ja, dat is natuurlijk een redstone torch. Even kijken. Doet het dan wel goed? Oh, jawel, jawel, want er moest hier nog ook een torch aan vast. En die moest dan weer zo. En die zorgt er dan weer voor dat deze heel snel uit en aan gaat. Even kijken, kan ik dit nou nog. Nee, dat gaat niet goed. Even kijken, zo misschien. Oh. Even aan de kant. En hier heb ik mijn wolken uitstaan. Wacht eventjes. Options, video settings. Details. Oh, hier. Clouds. Nee, cloud height. Of zit dat in de texture pack of zo? Ik heb mijn texture pack omgezet naar een resource pack. Zodat hij het. Ja, dat moet in 1.6. Ja, ik zit nu in 1.6.2 is het ondertussen alweer. Een tijdje geleden. En ik heb het omgezet naar een resource pack, maar waarom de wolken het doen, die weet ik niet. Het wordt al bijna donker. Ik zal even wat toortjes hieromheen plaatsen, zodat jullie wel iets kunnen zien natuurlijk.
Even kijken, hier nog eentje en dan doen we het daar. Even kijken, ja, dan doen we hier de wooden blokken. En als het goed is, als ik nu op deze knop druk, dan gaat die heel snel op en neer. Dus even kijken. Oh, hij doet niet. Oh, wacht, deze moet eventjes. 1, 2, volgens mij moet hij in stand 3. En anders moet hij in stand 4. Ja, kijk, dan gaat hij heel snel heen doen. En dan gaat hij het heel snel doen en dan is het goed. Dus, hier komt nog even een blok. En ik denk dat ik heel snel terug naar huis ren. Voordat er allemaal monsters spawnen. Ik denk dat ik al een beetje aan de late kant ben, want het is al een beetje donker aan het worden. Ik heb geen zin om lastig gevallen te worden door een creeper, terwijl als ik midden aan het bouwen ben. En het is wel een stukje lopen naar mijn huis, maar... Ach ja, je moet het er maar voor over hebben. Hier snel naar binnen. Hoop niet met je kop tegen een lamp aanstoten. En dan gaan we hier snel slapen. Wow! Oh, wat was dat? Apart. Nou ja. We slapen en het is weer morgen. Zo. Even snel weer terugrennen naar onze cocoa beanboom. Zo irritant. Ook om elke 10 minuten moet ik ook een keer weer terugrennen naar mijn bed. Om elke keer weer te slapen. Ik kan ook een bed meenemen. Dat had ik misschien ook wel beter kunnen doen. Kan ik in ieder geval snel eventjes de nacht overslaan. Maar ja. Ik ben nu alweer binnen hier. Oké. Dit hadden we klaar. Even wat eten. Oh shit. Moet even kijken dat er geen creepers aankomen. Nou ja. Ik hoor niks. Nou ja. Die hoor je ook heel slecht. Maar ik ga gewoon weer verder met waar ik mee bezig was. Hier plaats ik eventjes wat dirt, want dit kan allemaal afgesloten worden. Even kijken, dan moeten we hier even een torch plaatsen. Als we hier een blok plaatsen, dan gaat die redstone niet goed. Dus daarom plaatsen we daar een torch. Die kan zorgen ervoor dat de redstone er wel doorheen kan. En dan kunnen we hier gewoon gravel op plaatsen. En dan even kijken. Als het goed is, kan je hier overal gravel op plaatsen. En dan moesten we hier en hier nog gravel plaatsen. Zo. En als het goed is doet hij het nog steeds. Oké. Ik moet wel eventjes dit ding even ook weer resetten. Want hij gaat nu niet elke keer weer terug naar boven. Of naar onder bedoel ik. Dus even kijken. Hoe hoog wou ik die boom ook weer hebben? De boom wou ik zelf 6 hebben. Dan moet het 1, 2, 3, 4, 5, 6. En dan moest ik er nog 1, 2 bovenop hebben. Ja, volgens mij... Nee, eentje. Ja, nu heb ik de dingen nodig en die zitten in die kist. Krak. Dus die moet ik even gaan pakken. En dan halen we de redstone dingen eventjes in de zijkant neerzetten we. En dan pakken we de green wool. En de jungle leaves. En dat is het denk ik wel. Ja, meer hebben we niet nodig. Even kijken, wat duurt om omhoog te komen. Oh shit. Kan ik dat doen? Nee. Zo. En dan maken we nu eventjes een rand van junglebladeren onder deze stam heen. En dat doen we net. Ik ga proberen om net zo'n jungleboom na te maken als een ja, normale, zeg maar. En omdat het niet in de jungle is, zijn deze bladeren iets donkerder dan normaal. In de jungle zijn ze echt... gifgroen en hier zijn ze iets meer aan de donkere kant. Maar dat maakt op zich niet zo uit. Ik vind het zo op zich ook wel mooi. Even kijken. Wat we nu gaan doen is de redstone in de boom. En het, ja, je ziet het wel een beetje aan de buitenkant, maar ik vind het op zich wel meevallen. Hier doen we een vol met de op redstone, want je kan geen redstone op bladeren plaatsen. En dan doen we aan de zijkant doen we een lever, zodat je daar een bron hebt dat de redstone aangaat. En dan doen we hier een repeater. Volgens mij moest die in stand 3 of op stand 2. Volgens mij was die in stand 2. Ik weet niet zeker, ik kan het altijd veranderen in de laatheid nog. Dan doen we even nog een laagje jungle leaves erbovenop. En ik probeer dit zoveel mogelijk te verbergen, maar anders verbergen dat gaat helaas niet. Wat er nu gebeurt is, even kijken, volgens mij moet ik nog één, toch wel nog één jungleboom erbovenop hebben. Ja, en dan hier als dit een blok hier komt zitten, dan gaat dit aan. En dat moeten we hebben. Want zodra die dan omhoog komt, dan gaat hij weer terug. Dus dan moet ik hier even weer een blok neerzetten. Met hier weer redstone op. Dan doen we hier een blok tegenaan. En dan moeten we even kijken... ik pak heel veel mijn schaar. Er moet weer een piston komen. En die doen we dan
Zo. Gaat dat? Ja, mooi, dat gaat. En als het goed is, moet hij het nu al doen. Want zodra dat ook op de knop druk, gaat deze boomstam omhoog. En dat zorgt ervoor dat, dat de blok omhoog gaat. Dan gaat de redstone hier weer doorheen en dan gaat de piston weer naar beneden. En dan moet het weer terug gaan. Ik zal heel even kijken of hij dat doet. Of hij het al doet. Ja, hij doet het al. Wel een beetje laggy, maar hij doet het wel. De boom gaat heel snel in de weer en dat zorgt er als het goed is zo dadelijk voor als dat de cocoa beans te afvallen. Dus ik ga nu eerst eventjes de boom van boven afmaken. En dit soort dingetjes vind ik wel leuk om te maken. Gewoon dingen die toch wel echt lijken. Ik bedoel, je hebt toch gewoon een boom. Het is niet of zo dat je een hele fabriek vol hebt staan met allemaal, allemaal jungle logs. En dat je dat gewoon, dat je echt een grote fabriek hebt of zo. Maar het is toch wel, het ziet er wel een beetje natuurlijk uit, laat ik maar zeggen. En de reden dat ik dit aan de achterkant heb gedaan is omdat je het anders kan zien. En dat weet ik natuurlijk niet. Je kan het wel een beetje zien. Ik weet niet, misschien had ik wel van die nieuwe kleur klei kunnen gebruiken. Ik weet niet of die er... Oh, oeps. Ik weet niet of die er een beetje op lijken. Dat had ik misschien kunnen gebruiken. Ik had het in ieder geval ontworpen met cactusgroene wol. Dan zou die misschien nog beter kunnen verbergen. We kunnen er ook nog vines aan hangen. Die had ik toch? Oh god, die heb ik ergens laten liggen. Hier in deze kist. En die kunnen we dan een beetje dingen gaan verbergen. Zodat het toch, dat je het nog slechter kan zien, zeg maar, dat er allemaal redstone in zit. En zo kunnen we iets gemakkelijker omhoog en naar beneden komen. We kunnen bijvoorbeeld hier even wachten. Doe ik deze redstone weg. En dan zet ik even een blok neer. Zet ik een vines tegenaan. Dan haal ik de liefste weg. Oh god. En dan hou ik dit blok weer weg. En dan blijven de vines hangen. Zet ik de redstone weer terug. En dan zie je het als het goed is iets minder goed. Dus, ik weet niet of je ziet het natuurlijk nog wel omdat er vines voor zitten. Maar ja. En we kunnen hier nog ook even wat vines aanhangen. Hier aan de zijkant van deze blokken. Dat is ook een beetje lelijk. En mijn vines zijn op. Dan ga ik eerst even wat vines hakken. En dan begin ik hier denk ik onderaan. Een hele goede manier om de vines te hakken is onderaan beginnen. Want als je bovenaan gaat beginnen dan... dan gaan alle vines die vallen dan naar beneden. En dan krijg je ze niet terug. Zo kan ik in ieder geval aardig wat vines hakken. Die vines groeien toch wel terug. Oh shit. Dat deed ik weer. Als je dan bovenaan begint dan... dan vallen ze allemaal naar beneden. En dan krijg je die onderste die krijg je dan niet. Oh. Ik hak allemaal leaves. En oké. Ik heb weer 17 vines. We kunnen ook een beetje vines van de jungleboom omlaag laten groeien. Dat gaat even wat tijd kosten, maar het is op zich wel leuk om te doen. Hij ziet er nog jungleboomachtiger uit. Weet je wat, ik klim eerst even naar boven. Dan kan ik wat makkelijker die dingen plaatsen. Oeh, wat gaat hij lekker zeg. Oké, klaar. Ik weet niet wat hij had, maar hij begint opeens een beetje te laggen. Nee, hij gaat wel goed. Oké. Soms heeft mijn laptop dat wel eens. Dan gaat hij opeens eventjes... heeft hij een frame of niet op Tokio en dan, dan doet hij het weer. Geen idee waar het aan ligt, maar ik heb niet echt een super goede laptop zoals jullie weten. Maar hij doet wat hij moet doen. Ik ben van plan om deze zomervakantie misschien een nieuw computer te kopen. En dan echt een game PC ga ik dan voor. En ik ben even aan het kijken nog, ik moet natuurlijk niet te veel, ik heb niet heel veel geld om het allemaal te gaan kopen. Dus ik ben even aan het kijken... Of misschien of wat ik allemaal kan doen en wat ik allemaal kan kopen. En jezus, het begint al wel irritant te worden. Nou, ik heb 35 fps. Nou ja. Ik neem altijd standaard op in 30 fps. Zodat ik mijn laptop niet meer aan hoef te doen dat hij hoeft te doen, zeg maar. Want als ik in 30 fps op ga nemen, ga ik niet in 60 fps spelen. Ook al kan mijn laptop dat wel. Hier nog even wat van af of zo. Ik probeer het een beetje realistisch te maken. Realistisch een beetje uit laten zien zodat het in Minecraft ook uitziet. En het ziet er zo wel redelijk goed uit, dacht ik zo. Haak ik even de dirt weg. Heb ik niet meer nodig. Ik denk dat ik niet meer naar boven hoef. En dan kunnen we. Hey, een jungle sapling. Kunnen we nu in ieder geval eventjes de onderkant nog een beetje mooi maken. Ik wou er zelf een beetje. Vines, ferns en gras omheen zetten. Even kijken, hier hoeft het niet. Of daar moet een torch, bedoel ik. En die heb ik nog in de kist. Kist zitten we weer, moet de boer laten. Doen we hier nog wat ferns omheen.
Om het nog extra jungle-achtig te laten uitzien. En misschien nog wat gras. Hier nog wat. Nou, hier, dit zie je niet, maar op zich wel leuk. Zo, heb je in ieder geval een beetje een jungle-boom ding. En dan maak ik nog eventjes hier wat gravel. Ik moet even kijken hoe ik dat pad ga maken. Voor nu doe ik het even zo en dan maak ik het pad wel weer offline zoals ik altijd doe. Oh, jezus man. Even kijken, doe ik hier nog wel torches, denk ik. En dan verplaats ik die kist eventjes. Die zet ik dan hier neer. Die kist zet ik even hier. En dan doe ik, ja, daar kan ik dan de cocoa beans in. En dan ga ik nu even kijken of hij het doet. Dan zijn we alweer klaar voor deze aflevering. En of zou ik eerst nog even gaan slapen? Nou, ik ga eerst eventjes cocoa beans planten. Als ik snel ben, kan ik het nog doen voor het eind van deze aflevering. En dan moet ik er nu even heel veel boommeel op spammen. Daar wat op. Irritant dat het nu 2 keer is, maar ja, dat is niet anders. Oké. En zoals je ziet, nou ja, het is nu ook maar de helft. Of nou ja, nog niet eens de helft, maar ik heb niet zoveel cocoa beans. Nou, en als het dan klaar is, dan druk ik op de knop. En bam, alle cocoa beans vallen naar beneden. En hoeveel heb ik er nu? Ik had eerst 9, ik heb er nu 27. Nou, dat gaat snel. Dan kunnen we nog even wat meer farmen. Zo. Oeh, die groeide al. Dat ging snel. Kan ik 1 hele boom vol groeien? Dat wil ik even laten zien. Een hele volle boom met cocoa beans. Kijk, dat kan. Dan hebben we nog wat boommeel. Ik hoop dat ik genoeg heb om de hele boom te laten groeien. Die textures die laden niet gelijk. Oh, die gaat al. Nou, deze kan nog eventjes. En de helft is klaar. Ik heb nog 23 boommeel. Ik hoop dat het snel klaar is. Die nog een keertje. En deze kant nog. Ik vind die cocoa beans een beetje uitzien als lantaarntjes of zo, weet je wel. Die met zo'n feest of zo heb je altijd van die lantaarns. Ik weet even niet wat voor feest dat is. Hemelvaart of zo. In ieder geval, dan gingen we altijd met lantaarns lopen of zo. En ik vind deze er wel op lijken. Nou ja, oké. Dan doen we nu de laatste test. Met de cocoa beans. En bam. Allemaal cocoa beans. Allemaal klaar. Nou, mooi toch? Kunnen we heel veel cookies eten. We hebben 2 in 1 stack en nog 1 heel klein beetje. Nou, dan plant ik de hele boel even vol. En dan kunnen we overgaan naar cookies. Want meer aan cocoa beans heb je eigenlijk niet zo heel veel. Zo, planten we het hele ding even vol. En als dat weer een keer klaar is, dan kan ik het weer ophalen. Doe ik hier de cocoa beans in. En de boommeel kan ik ook nog wel wat inladen. Ik heb nog maar 2 boommeel. En dan zit het eindresultaat. De automatische cocoa bean boom. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik vond het in ieder geval wel leuk om dit ding te maken. En ik wou het eigenlijk ook al een tijdje in deze wereld hebben. En er kunnen creepers aankomen, dus ik moet uitkijken. Maar dat ik ben op mijn hoede. Ik zal zodra ik eventjes dit pad nog even mooi maken. En even wat dirt overal erbij stoppen en zo. Om het eventjes wat mooier te maken. En dan zit het einde van deze aflevering van Wouters World. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Bedankt voor het kijken. En dan zie ik jullie weer bij de volgende aflevering van Wouters World. Dus ja, laat een reactie achter als je ook een idee hebt die ik moet doen voor de volgende aflevering van Wouters World. En misschien pak ik dan jouw reactie wel uit. En dan is het einde van deze aflevering. Dus ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken. En dan zie ik jullie de volgende keer bij weer een... Oh. Wow, what the fuck? Een baby zombie. Bestaan die nu ook al? Oh god, ik hoor er nog één. Wat? Baby zombies? Wanneer zitten die in de game? Oh shit, allemaal zombies. Ik ren heel snel naar huis en ik heb geen zin om achtervolgd te worden zombies. Die zombies zijn nu echt supergoed. Man, frame drop. Jezus mina. Ik ren snel naar huis. En dan bedank ik jullie voor het kijken nog een keer. Want even veilig achter de muur. God. Spiders komen aan. Ik ben binnen. Oké, bedankt voor deze kijken van deze aflevering. Dit keer ga ik echt afsluiten. Iedereen bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. En ja, bedankt voor het kijken. Like deze video als je het leuk vond. En dat was het eigenlijk wel. Dus tot de volgende keer. Later.